Vier jaar geleden verruilt Turia de polder voor de United States of America. En daar zit ze nog steeds gezellig met hubby Greg te wachten op haar eerste klus. Het is heel erg moeilijk. Je moet sowieso niet verwachten dat het binnen een jaar gebeurt. Of over 2 jaar, want dan word je gewoon teleurgesteld. Het moet ook je passie zijn. En nou hangt mijn leven ook niet af alleen maar van het acteren. Dus als het niet gebeurt, vind ik het ook niet erg. Aan de Amerikaanse werkwijze is Turia nog steeds niet gewend. Ze valt niet voor loesje managers. En buiten werktijd met ze afspreken is not done. Meestal als je dat doet, dan wil de producer sowieso met een vrouw naar bed. Ja, dan... en daar ben ik ook niet voor. Dus ik heb zoiets van, netwerken doet mijn manager maar. Ja, Turia, dat is natuurlijk vragen om een lege cv. En diezelfde staat van dienst opfluffen in Nederland is geen optie voor onze tour. Je kan maar één ding tegelijk doen. Je kan niet blijven en concentreren op Nederland en op Amerika. Natuurlijk vind ik wel leuk om dingen zoals dit hier te doen. Of op korte termijn misschien iets presenteren. Of wat dan ook. Maar om echt in Nederland voor lange tijd een film te doen of wat dan ook daar... Ja... Nee. Privé gaat de Turia niet voor de wind. Een jaar na de geboorte van haar zoontje Jathan overlijdt haar moeder aan kanker. 1 april is ze overleden. Ze zijn ook naar Nederland gekomen en hebben alles geregeld en we hebben begrafenis. Dus dat is wel gewoon heel moeilijk. En zeker nu ik zelf moeder ben, dan denk je, mijn moeder was maar 52. Maar goed, ik weet dat mijn moeder er altijd bij me is en dat ze me beschermt. En ze is mijn beschermengel en ik weet dat ze ons altijd ziet. Maar het blijft natuurlijk moeilijk. Wie heeft dat interview?